jaar zit Paulus al gevangen in Caesarea. Twee jaar dat hij zit te wachten op een proces waarvan we al verschillende keren hebben gehoord dat het op niets gebaseerd is. Twee jaar dat hij die gevangenschap moet ondergaan. We hebben wel gehoord natuurlijk dat het niet in de zwaarste omstandigheden is, maar een pretje zal het toch niet geweest zijn. Twee jaar ook van Inactiviteit? Nee. We weten dat hij uh, mensen mocht ontvangen. We weten dat Felix bij hem is geweest en dat hij geluisterd heeft naar wat Paulus te verkondigen had. En dat hij er niet naast had verkondigd, onze Paulus, met die woorden rechtvaardigheid en zelfbeheersing en oordeel. Paulus heeft hij twee jaar in Caesarea geen tijd verloren? Hij heeft zijn werk gedaan. Belangrijk om, om dat ook voor ogen te houden: dat de verkondiger zijn werk doet in de omstandigheden waarin hij nu eenmaal terechtkomt. Na twee jaar is de landvoogd Felix uit het beeld verdwenen en hier komt zijn opvolger. We zullen eens kijken hoe hij het dossier aanpakt. Na aankomst in zijn provincie reisde Festus drie dagen later van Caesarea naar Jeruzalem, waar de hoge priester en de voornaamste van de Joden hun aanklacht tegen Paulus bij hem indienden. Ze verzochten hem bij wijze van gunst, die ten nadeel van Paulus bedoeld was, dat hij hem naar Jeruzalem zou laten komen. Ze beraamden alvast een hinderlaag om hem onderweg te vermoorden. Festus antwoordde echter dat Paulus in Caesarea gevangen bleef, maar dat hij zelf van plan was spoedig te vertrekken. Laten dus de aanzienlijkste onder u, zo zei hij, met mij meegaan. En als er iets verkeerds met die man is, een aanklacht tegen hem indienen. Je hebt dus een nieuwe vertegenwoordiger van uh, de keizer in die regio. En na drie, na drie dagen al reist hij naar Jeruzalem. Hij heeft wel degelijk door waar de moeilijkheden en de prioriteiten liggen. Je moet eerst naar daar gaan. En dat bezoek aan Jeruzalem is een soort van blijde intrede, in zover dat kan met een uh, buitenlandse bezetter. En een ontmoeting met. De hoogwaardigheidsbekleders van die plek. De hoge priester en de voornaamsten van de jodenstater. En dat is echt de gelegenheid voor die lokale vertegenwoordigers om de nieuwe heerser uh, in te leiden in wat hun vragen en hun zorgen zijn. Wat, wat zij hopen dat de nieuwe bevelhebber uh, zal realiseren. En wat is dat? Paulus. Dus de enige prioriteit blijkbaar, het enige waar die mensen mee bezig zijn, ze zijn daarop gefixeerd. Los het geval Paulus op. Dat is wat Festus te horen krijgt op dat cruciale moment. En, uh, later zal blijken dat hij zich daar meer van heeft voorgesteld van de problematiek dan wat het feitelijk was. Als dat een prioriteit is, dan moet het een serieuze aangelegenheid zijn. Zo zal hij daar wel gedacht hebben. En de uh, hoge priester en de aanzienlijke van, van de joden vragen direct om een gunst. Laat hem naar Jeruzalem komen. Bij wijze van gunst. Dat is een belangrijke uitdrukking in dit 25e hoofdstuk. Bij wijze van gunst staat daar verduidelijkt... ...die ten nadele van Paulus bedoeld was. Het was... Een, een truc om ervoor te zorgen dat niet Festus, maar zij zelf het konden regelen dat Paulus uit de weg werd geruimd. Want ze beraamden alvast een hinderlaag. Dat doet ons denken aan hoofdstuk 23, waar uh, een, een gelijkaardige verplaatsing van Paulus de gelegenheid zou bieden om hem te vermoorden. En het is het neefje van Paulus, weet je nog? Dat dat doorheeft, hij heeft het horen afspreken. En hij gaat naar de Paulus en dan naar de bevelhebber, die ervoor zorgt dat daarom Paulus uit Jeruzalem weg naar Caesarea gaat. Hier krijgen we de omgekeerde beweging, maar met hetzelfde doel voor ogen. Maar ook nu loopt het mis, hè? voor de Joden dan bedoel ik, Festus laat dat niet toe. En uh, zegt, Paulus blijft in Caesarea. Maar ik nodig u uit om mee te komen en we zullen daar een degelijke rechtszaak houden. Een degelijke rechtszaak? Het is onvoorstelbaar hoe de Romeinse rechtspraak, waar ze zo trots op waren, hier belachelijk wordt gemaakt. Dit gaat over niets. Dit is al zo vaak aangeduid als. Uh, een rechtszaak tegen een onschuldige. Tegen wie geen enkel bewijs is geleverd. Tegen wie er geen enkele getuige kan optreden. Um, de leegheid van dat gebeuren is, is heel duidelijk aanwezig in de manier waarop het hier verteld wordt. Maar het loopt door. We zien de poppenkast verder groeien. En. We zullen eens kijken met het nieuwe poppetje, Festus, hoe het proces dan verder gaat. Nadat hij hoogstens acht of tien dagen in hun midden vertoefd had, ging hij naar Caesarea, waar hij de volgende dag rechtzitting hield en Paulus liet voorleiden. Zodra deze aanwezig was, gingen de joden die van Jeruzalem waren gekomen om hem heen staan en brachten vele en zware beschuldigingen tegen hem in. Die ze echter niet konden bewijzen. Paulus hield vol dat hij nog tegen de Joodse wet, nog tegen de tempel, nog tegen de keizer iets misdreven had. Een uh, pittig detail, nadat hij hoogstens acht of tien dagen gebleven was in Jeruzalem. Dat is wanneer buigend. Die hoogstens geeft aan dat Festus uh, de plichtplegingen heeft gedaan, maar dat hij is zo snel mogelijk terug naar zijn plek wil. Caesarea aan de zee was een mondaine stad, heel chic. Een fantastisch paleis lag daar voor de landvoogd. En Jeruzalem was absoluut geen aangename stad. Um, en hij zat daar in het hol van de leeuw. Dus, enfin, hij heeft gedaan wat er uh, mocht verwacht worden van de landvoogd, maar hij keert snel terug naar het veel aangenamere Caesarea. En daar vindt dan de volgende dag al de rechtszitting plaats. Want het gaat over iets heel zwaars, denkt um, Festus. Goed, Paulus staat er en dan krijgen we een samenvatting van het proces zoals we in het vorige hoofdstuk al hebben gezien. De beschuldigingen die geen enkel bewijs met zich meebrachten. En aan de andere kant, Paulus die zegt. Ik heb niks gedaan tegen de Joodse wet, nog tegen de tempel, het enige waar de doodstraf op stond, maar ook niks tegen de keizer, iets wat Festus zou aanbelangen. Nu die Festus, uh, die weet wat er met Felix gebeurd is. Die weet dat Felix, toen hij terug in Rome was, aangeklaagd was wegens het te gewelddadig optreden, optreden tegenover de Joden. Die weet dat hij de Joden gunstig moet stemmen. Die weet dat hij een evenwicht zal moeten zoeken tussen rechtspraak, wat zijn job was, en politiek slash diplomatie, wat ook zijn job was. De regio daar was een zeer moeilijke om te besturen voor de Romeinen. Die Joodse um, bevolking. Die kwam voortdurend in opstand om allerlei religieuze redenen die de Romeinen niet verstonden, waar ze niet goed mee om konden. Er was altijd gedoe. En uh, Festus zal zeker van de keizer de opdracht hebben gekregen: zorg dat het daar kalm blijft. Hij moet hier recht spreken, maar hij moet ook politiek bedrijven. En dat doet hij nu uh, vanaf vers 9. Festus echter, die de Joden een gunst wilde bewijzen, richtte het woord tot Paulus en zei: Zijt je genegen naar Jeruzalem te gaan om daar in deze zaak in mijn tegenwoordigheid terecht te staan? In de gunst komen, dat was wat, er, wat de oorspronkelijke vraag was van de hoogpriester en de aanzienlijkste van de Joden. Om een gunst te verlenen. Met dezelfde bewoordingen gaat hij daar nu op in. Waar het niet zonder uh, het Romeinse recht uit het oog te verliezen. Want uh, Festus weet dat hij niet zomaar Paulus daar naartoe kan zenden. Hij moet het vragen: Zoudt gij bereid zijn. Om het, de rechtzitting te verplaatsen van Caesarea naar Jeruzalem. In mijn aanwezigheid. En dan zou je denken dat, dat Paulus zegt: ja, waarom niet? Hè? Tot nu toe heeft hij eigenlijk heel weinig weerstand geboden. Hij is de waarheid blijven zeggen. Maar hij uh, heeft niet alle moeite van de wereld gedaan om, om ervoor te zorgen terug vrij te komen en zo van alles. Hè? Maar hier is het moment dat hij er tegenin gaat. En eigenlijk verrassend scherp. Het antwoord van Paulus is fenomenaal. Maar Paulus antwoordde, ik sta hier voor de rechtbank van de keizer en hier moet over mij geoordeeld worden. Tegen de Joden heb ik niets misdreven, zoals ook gij zelf heel goed weet. Indien ik werkelijk schuldig ben en iets gedaan heb waar de doodstraf op staat, weiger ik niet te sterven. Maar als van hun beschuldigingen niets waar is, dan heeft niemand het recht mij bij wijze van gunst aan hen uit te leveren. Ik beroep mij op de keizer. Paulus zegt: "Nee. Ik ga niet naar Jeruzalem. Hier is het te doen. Hier sta ik voor de keizer, voor de keizerlijke rechtbank. Want Festus is de vertegenwoordiger van die keizer." En dan zegt hij nog eens ten eerste: Ik heb niks tegen die joden gedaan en je weet dat zelf ook. Dit gaat voor u niet over het vaststellen van mijn schuld, want je weet dat ik onschuldig ben. Het gaat bij u over iets anders. Ten tweede, ik doe niet moeilijk tegenover de rechtspraak op zich. Als, als ik schuldig bevonden word, dan zal ik sterven. Maar het gaat hier niet over rechtspraak, hè? beste festus. Het gaat over politiek, hè. Niemand heeft het recht mij bij wijze van gunst aan hen uit te leveren. Dat is een nagel op de kop, hè. Ik beroep mij op de keizer, zegt Paulus dan. Dat is een recht. Elke Romeinse burger heeft het recht om een rechtspraak uiteindelijk te laten doen door de keizer zelf, in persoon, in Rome. Dat is een recht waarvan je je misschien kan afvragen waarom doet niet iedereen dat. Zeker als je beschuldigd wordt van iets waar de doodstraf op stond. Nee, niet iedereen deed dat. Waarom? Omdat je naar Rome moest gebracht worden in gevangenschap. Een gevaarlijke en als gevangene zeker geen luxueuze reis. En in Rome werd je nog eens in de gevangenis geworpen, uh, afschuwelijke omstandigheden, gedurende jaren. Want uh, de keizer moest dat wel doen, maar er stond geen termijn op. En dus dat kon ongelooflijk lang duren eer die keizer de zaak inderdaad ter harte nam en een rechtspraak deed, die dan nog eens doorgaans bevestigde wat er al werd gezegd. Dus het is niet dat dat zo vaak gebeurt, maar iedereen heeft dat recht. En dat recht roept Paulus nu in. En Festus gaat wel in overleg. Maar weet dat hij niet nee kan zeggen. Na overleg met zijn raad verklaarde Festus, Op de keizer hebt je uberoepen, naar de keizer zult gaan. En waarom is Paulus nu opeens zo scherp? En waarom staat hij nu op zijn rechten? Wil hij ontsnappen aan iets? Wil hij vermijden om in Jeruzalem nog te komen? Wil hij zijn leven redden? En heeft hij schrik? Om door de hoge priester veroordeeld te worden, of misschien zelfs heeft hij een vermoeden van, van die hinderlaag? Allemaal niet. Dat is voor Paulus niet belangrijk. Wij weten wat Paulus belangrijk vindt. Wij weten wat er hier op het spel staat. En dat is niet het lot van Paulus of zijn leven zelfs. Wat er hier op het spel staat is. De grote reis die al wordt aangekondigd op de eerste bladzijde van het boekhandelingen. Dat Christus wordt gebracht naar het einde van de wereld. En sinds enkele bladzijden weten we dat dat betekent van Jeruzalem naar Rome gaan. De reis die bezig is, is niet de reis van de rechtspraak. Zelfs geen missiereis van Paulus. Dit is de reis. Die God voor ogen heeft. En Paulus weet dat maar al te goed, hij heeft het van Jezus zelf vernomen. En hij ziet hier staan: terug naar Jeruzalem. Oei, nee, nee, dat kan niet. Dat zit niet in de verwachtingen, niet in het plan van God. Hier moet ik tegenin gaan. Ik moet naar Rome. En als die Festus dat niet gaat doen, weet je wat? Dan beroep ik mij op het recht om naar Rome gebracht te worden. Opnieuw die ironie. Het plan van God dat gerealiseerd wordt dankzij het Romeinse recht.